Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Wat mooi dat we mogen zingen, u bent welkom in ons midden. Of dat nou hier in de gemeente is of voor de mensen thuis. Het volgende lied dat we gaan zingen is, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Broeders en zusters, alle hartelijk welkom hier in deze dienst. Mensen hier in de zaal, de mensen thuis, ook van harte welkom. Speciaal welkom ook voor broeder Van Twillert. Fijn dat u vanmorgen bij ons bent. Voor we de dienst opdragen in gebed, wil ik u vragen om te gaan staan. Na een zorgzaam en vreugdevol leven is door zijn Heer thuisgehaald onze broeder Aart Durger. Boven de kaart staat de tekst, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik vind deze tekst echt passend bij deze broeder. Als je hem hier sprak in de hal, dan was hij altijd positief en vrolijk, terwijl hij eigenlijk best wel reden had om te klagen, gezien zijn zwakker wordende gezondheid. Hoe hij dit kon, kwam omdat het hem echt aan niets ontbrak. En daar getuigde hij ook van. Heel wonderlijk kwam ook de tekst uit Psalm 139 de laatste weken steeds terug. En hier wil ik graag een aantal versen uitlezen. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij. Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw geest? Waar zou ik mij voor kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook.
Als ik zou meevliegen met de opkomende zon of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden. Het is een troost te weten dat onze broeder nu bij zijn Heer is en geen pijn meer heeft. De uitvaartdienst is op maandag 19 juli, morgen, om 11 uur hier in de gemeente. En aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats Duinhof in Namuiden. Hierna is het condoleren in de aula. De dienst, de begrafenis en het condoleren is in verband met de 1,5 meter maatregel en het beperkt plaats hebben in dit gebouw en in de aula op Duinhof in besloten kring. Dit houdt in dat alleen genodigden hierbij aanwezig kunnen zijn. Wilt u de dienst volgen, dan kan dit via de livestream, net zoals we de zondagse dienst bekijken. Ik wil u vragen om gebed voor onze zuster Riet Durger, de kinderen, de kleinkinderen en overige familie en vrienden. U kunt weer gaan zitten. Dan wil ik nu de dienst opdragen in gebed. Ja, Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we zo vanmorgen bij elkaar kunnen komen hier in deze dienst, Heer. Dank u wel voor het prachtige weer, Heer, en de wondere wereld, Heer, waarin we leven. Heer, het is zo mooi geschapen, Heer. Heer, wilt u vanmorgen bij onze zuster Riet Durger zijn, Heer. Hier in de dienst, Heer, wilt u haar troost geven en kracht geven om dit te dragen, Heer. Heer, en we willen ook bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en de rest van de familie, Heer. En vrienden en iedereen die Aad een warm hart toedroeg, Heer. Heer, wilt u bij ze zijn, Heer. Ook morgen met de begrafenis, Heer. Dat wil ik u vragen. Heer, ik wil ook bidden voor onze zieke, Heer. En dan denk ik aan Mariska, Heer. Heer, wilt u ook bij haar zijn, Heer. In het hele proces, Heer, waar ze doorheen gaat, Heer. Nu weer met de chemotherapie. Heer, wilt u ook bij haar zijn? Wilt u ook zijn bij onze ouderen, Heer? En bij de broeders en zusters die op vakantie zijn, Heer? Die op een andere plek zijn, Heer? Wilt u ook hun straks weer behouden terugbrengen hier in de gemeente, Heer? Heer, ik wil ook bidden voor uw volk Israël, Heer. Heer, er is altijd spanning om dat kleine land, Heer. Heer, en het is uw volk, Heer. Wilt u hun de bedekking wegnemen, Heer? Dat ze mogen zien dat u de Messias bent, Heer. Ik wil ook bidden voor onze zustergemeente in Ghana, die vanmorgen ook bij elkaar komen, Heer. Wilt u ook bij hun zijn, Heer, en hun zegenen. Ik wil u ook danken, Heer, voor de afgelopen week, Heer. Voor de impactweek, Heer, en het kinderwerk wat hier gebeurd is, Heer. Heer, hier op het veld aan de Heren Duinweg. Heer, daar wil ik u zo voor danken, Heer. En wilt u de zaadjes die gezaaid zijn in de harten van de kinderen, Heer, wilt u ze laten ontkiemen? Dat ze ook een keuze, misschien nu niet, maar misschien op latere leeftijd, dat ze ook een keuze voor u maken. Ja, Heer, zo willen we ook gebed doen voor de dienst, Heer. Wilt u de muziek, Heer, de zang, Heer, de techniek, Heer, het woord van broeder van Twillert, Heer, wilt u het zegenen, Heer, en dat het tot eer en glorie van uw heilige naam mag zijn. Ja, Heer, zo wil ik u danken voor alles, Heer, en we mogen het van u verwachten, Heer. In Jezus' naam, amen. Dan hebben we nog wat mededelingen en dan wou ik Lex vragen voor de dia's van de Impact Week. En zuster Margrethe Vries, die heeft mij een stukje tekst gestuurd, wat ik met u wil delen. Er staat, we hebben een hele mooie week gehad met 3 gezellige kindermeerdagen. Het thema was, je mag er zijn. En als kernbijbeltekst hadden we, je bent kostbaar in zijn ogen, uit Jesaja 43. De sfeer was erg goed, het weer ook. We hadden een mooie nieuwe partytent die dit jaar niet de lucht in vloog, maar stevig bleef staan. Verleden jaar ging de lucht in. De kinderen vermaakten zich en de ouders ook. We kregen zelfs spontaan hulp van Malou, die armbandjes kwam maken met de kinderen. We hadden elke dag een bijbelverhaal in toneelvorm, waar aandacht voor was en er werd lekker meegezongen. We waren een goed team en er zijn mooie contacten gelegd. Helemaal aan het einde van de week kwamen een paar grote jongens die 3 jaar geleden ook bij de Kids Week waren en zich nog goed konden herinneren wat we toen gedaan hadden.
Als raad, als gemeente willen wij Margreet en Janneke en iedereen die heeft geholpen bij de organisatie van de kindermiddagen hartelijk bedanken. Dan heb ik geen mededelingen meer. Dan gaan we lekker zingen met elkaar. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke stof verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar bovenal. Above all the names.
Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn en we gaan het woord van God open doen. En u weet, als je de Bijbel open doet, alleen maar als je hem al openslaat, dat heeft dan een geweldige belofte. Onthoud het goed, Psalm 119, vers 130. We denken wel eens dat de Bijbel een moeilijk boek is, maar in Psalm 119, vers 130 staat: het openen van uw woord verspreidt licht. Het geeft aan eenvoudigen wijsheid. Dus het openen van uw woorden, dat verspreidt licht. Het geeft inzicht aan eenvoudige mensen. En zo is het ook, hè? Je moet niet boven de Bijbel staan, maar je moet onder de Bijbel staan. En we gaan vanmorgen kijken naar de Heer Jezus en naar iets wat hij deed in het Johannesevangelie. We gaan naar Johannes 5. En dat is de geschiedenis van een zieke man die 38 jaar ziek was en door Jezus wordt opgezocht. En het hele mooie van die geschiedenis is dat Jezus alles van deze man weet. En als we hier vanmorgen zitten of u zit thuis, en dan mag je er ook van uitgaan dat Jezus alles van uw leven weet. Hij kent u. Goed, we gaan lezen. Johannes 5 en ook nog een stukje uit Johannes 7. Er staat in Johannes 5 vers 1, hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En dan vers 14, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Blader nog even door naar Johannes 7. Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan gaan we naar vers 45 van datzelfde hoofdstuk. Vers 45. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen: waarom hebt u hem, Jezus, niet meegebracht? En de dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Nooit. In Johannes 5, lieve vrienden, broeders en zusters, daar hebben we te maken met een man die 38 jaar ziek is. En laat ik maar gelijk zeggen, hè, we hebben dat ook gelezen. Die man die was verlamd. Dus de ziekte wordt erbij genoemd. Hij kon niet meer lopen, hij kon niet meer bij het badwater komen. En nou is, als je niet kunt lopen in jouw leven, in je christelijk leven, dan is dat stilstand, niet? Je komt niet meer vooruit. De bedoeling is dat we met de Heer wandelen, dat we met de goede herder wandelen.
dat we vooruitkomen in ons geestelijk leven. En als er stilstand is, dan is er eigenlijk achteruitgang. En dan moet je je afvragen hoe dat komt. We hebben in de evangelie hebben we 2 keer zien we geschiedenis van verlamde mensen. En dat is deze geschiedenis van deze man in Bethesda. En denk erom, hè, dat is Bethesda, dat betekent huis van barmhartigheid. Dus eigenlijk moet je zeggen, die man hoorde gewoon bij de kerk. Maar als er ergens op deze, in deze wereld een huis is van barmhartigheid, dan is dat de gemeente van God. Als er ergens een plek is van vergeving en van genade, als er ergens een plek is waar je jezelf mag zijn, waar je ook tegen elkaar kunt zeggen dat je bepaalde zonden moeilijk vindt om te overwinnen. Dat is wel moeilijk om dat soms te uiten. Maar als het goed is, is dat de gemeente van God. Je weet van tevoren dat als je iets verkeerds over een ander hebt gezegd en je gaat naar de ander toe en je zegt, wil je me vergeven? Dat die ander, als die kind van God is, zal zeggen, natuurlijk wil ik je vergeven, want Jezus vergeeft mij ook. Er is geen huis van barmhartigheid in deze wereld, geen Bethesda als plek die de Heer Jezus zijn gemeente noemt en die hij zal bouwen. Voor de rest in de wereld leeft iedereen voor zichzelf. Als het goed is, mogen wij voor elkaar leven in de gemeente van God. Maar ook op die plek was daar die man die gezondigd heeft. Dat was de oorzaak. En in Markus 2, daar vindt u die andere geschiedenis, weet wel van die man die door het dak naar beneden gelaten wordt. Ja, want ze konden niet, het was zo'n dringen daar voor de plek waar Jezus was. En dan halen ze de tegels weg. En dan laten ze die man zakken. En die man is verlamd. En die vrienden hopen op dat hij genezen zal worden. En wat zegt Jezus dan? Dat is het eerste wat hij tegen die man zegt. Vriend, je zonden zijn je vergeven. Dat zou je toch niet verwachten? Je zou verwachten dat Jezus zou zeggen, sta op en wandel. Maar Jezus zegt, opdat je geloof zou hebben in de vergeving van je schuld en van je zonde, zeg ik ook tegen jou, sta op en wandel. Maar blijkbaar was toch het belangrijkste waar die man mee zat, dat er schuld was tussen God en tussen hem. Moet je voorstellen dat er 38 jaar is er een zonde gebeurd in je leven en je komt er niet vanaf. En je probeert dat wel, hè? Je probeert bij dat water te komen. En altijd is er iemand die voor je afdaalt. Er is nooit iemand die zegt, nou ga jij maar eerst, je ligt hier al zo lang. Dus dat plaatje van het huis van God en van geloof, het was eigenlijk helemaal niet zo aanwezig daar in Bethesda. En we zien dat ook hier in het begin, want als Jezus daar naartoe gaat, dan staat er in het eerste vers, hierna was er een feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. Maar hij ging niet naar het feest. Want weet je, als er in de Bijbel sprake is over feesten, dan zijn dat altijd feesten die het volk van God met God samen viert. Het waren niet eens feesten voor de mensen, maar het waren feesten voor God. Als je Leviticus 23 leest, dan staat er, dit zijn de feesten des Heren. Het waren zijn feesten. God had een geweldig verlangen naar om met mensen feest te vieren. Blij te zijn. Daarom, als een zonde zich bekeert, dan is er feest in de hemel. Dan is daar blijdschap. Blijdschap bij de engelen. Blijdschap bij God. Dus de feesten waren de feesten des Heren. Die waren voor de Heren. Maar die waren zo verworpen. De Joden hadden daar hun feest van gemaakt. Het waren, nu, hierna was er een feest van de Joden, staat er. Dat is jammer.
Want het was eigenlijk een feest van de Heer en voor de Heer. En Jezus ging er niet naartoe. Jezus ging er niet naartoe. En wat doet Jezus? Moet eens kijken in... Er staat in vers 3... Bethesda en dan vers 3, daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. En die zieken, die zoekt Jezus op. En ik geloof dat de Bijbel een geestelijk boek is. Je moet de hoofdstukken in de Bijbel, je moet ze ook niet zo in pericoopjes lezen. Ik gebruik dat wel, anders zou die preek veel te lang duren. Maar het begint natuurlijk al hoofdstuk 5 van hierna. Dus daarvoor is er iets gebeurd wat ook je aandacht vraagt. Nou, even met mijn eigen woorden. Wat ervoor gebeurd was, daar was een hoveling. Iemand die aan het hof van koning Herodes werkte. En die had een zoon en die zoon die lag op sterven. En die zoekt Jezus op en die zegt tegen Jezus, Heer, mijn zoon ligt op sterven. En Jezus zegt alleen maar dit tegen hem. Hij zegt tegen hem, ga heen, je zoon leeft. En er staat erachter, en deze man geloofde Jezus. Hij geloofde dus alleen maar op dat woord van Jezus, dat zijn zoon leefde. Dat is geloof. Hij vertrouwde op dat het sterven geweken was. Zijn zoon leefde, omdat Jezus het zei. Dat is geloof, dat is vertrouwen. Dat is niet meer dat je baseert op de toestand, dat je denkt, wat die man die was van huis gegaan bij een doodzieke jongen vandaan. En die heeft natuurlijk constant aan thuis gedacht toen hij naar de Heer Jezus toe ging. Naar dat doodzieke kind van hem. En Jezus zegt alleen maar, je zoon leeft. Hij was helemaal blij, mijn zoon leeft. Hij had er nog niks van gezien. Kijk, dat is geloof. En ik geloof zo dat God wil dat we zo leven. En dat die stilstand in ons geloofsleven ook daardoor komt. Omdat we nog wel de Bijbel lezen, misschien een tafel. Maar omdat er in hetzelfde moment weinig dat soort geloof is. Een paar weken geleden zocht ik een man ik ken hem al een tijdje hoor, maar hij is ouder dan ik. En hij gaat jaren met christelijk is opgegroeid. En hij gaat sterven. En ik zei tegen hem, hoe is het nou met je ziel? Hoe is nou jouw verhouding met God? Hij zegt, Bert, ik wou dat ik rust had. Ik wou dat het goed was van binnen. Hij zegt, ik weet het allemaal. Ik weet dat je moet geloven. Ik weet hoe je een kind van God moet worden. Maar van binnen is die rust niet gekomen. Dus we hebben daar samen over gepraat. Maar hoe komt dat er niet, dat die rust er niet is? In wezen ligt er toch dat je niet voor de volle 100% vertrouwt op wat Jezus zegt. Uw zonden zijn niet vergeven. Dat je angst is. Mijn angst is weg, hebben we gezongen. Dat er nog steeds angst is, omdat je denkt van, ja, stel. Dat heeft dus te maken met ongeloof. Deze man is 38 jaar ziek en hij probeert, zo nu en dan daalt een engel af. Ik weet niet of je wel eens in Jeruzalem geweest bent. Ik ben een aantal keren geweest. En bezoek je ook Bethesda. En bezoek je daar vlakbij de Sint-Anna-kerk. Waar je zo heerlijk kunt zingen met elkaar. Dat galmt zo prachtig. Zo'n mooie weerklank. En dan zie je daar een beetje de resten van Bethesda. Dus zie je die zuilengangen. Het is net een doolhof voor je. Er is niet zo heel veel meer aan te zien. Maar je kunt er wel een beetje een voorstelling van maken. En die man ligt daar en die wacht maar. Zoals er ook veel mensen in de kerk zijn die maar wachten tot de Heilige Geest iets in hun leven gaat doen.
dat er beroering komt. Een beetje een zekerheid komt. Een beetje van binnen verandering komt en een verbetering komt. Deze man wachtte er ook op. Maar altijd hoorde die van mensen die geweldige ervaring hadden met God, maar zelf niet meer. Laat ik het maar zo zeggen. En hij wacht af. En dat zijn juist precies de mensen die Jezus zoekt. Dus laat ik dat vooraf zeggen. Jezus gaat niet naar het feest van de Joden, het eigen feestje wat ze bouwen. Maar Jezus ging naar die eenzame man toe. Jezus ging naar die mensen toe die ziek waren. Jezus ging naar die mensen tussen wie er een afstand gekomen was, tussen God en tussen hen. Wat weet je? Als het om wandelen gaat met God, wandelen met de Heer. De Bijbel heeft daar een aantal uitdrukkingen voor. Hè? Ik heb een keertje een broeder ontmoet uit Zuid-Afrika. Zaterdag Maloka, misschien heeft u wel eens van gehoord. Maar goed, ik heb jaren geleden een keer ontmoet. Een evangelist, predikant. En die vertelde als mensen tot geloof kwamen in zijn gemeente, dan gingen ze niet de catechismus door of iets dergelijks. Hij zegt, dan leren we de mensen wat het betekent. De eerste lessen, hoe je moet wandelen met God. Dat is, je hebt nu een nieuw leven gekregen en we gaan in nieuwheid van leven leren wandelen. Daar begint het mee. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen en dan gaan we in nieuwheid van leven wandelen met God. Heel vrijmoedig en heel vrij, verlost van je schuld en verlost van je zonde. In de nabijheid van God, vrij wandelen in een nieuw leven. Een leven wat je van de Heer Jezus hebt gekregen. En dat wandelen is wandelen in geloof. Dat is wandelen door de Heilige Geest. Dat is wandelen in liefde. Dat is wandelen in het licht. Dat is wandelen in de roeping waarmee God je geroepen heeft. Enzovoort. Dus in 7 keer staat het in de Bijbel, gaat het over wandelen. En elke wandel betekent een specifiek wandelen met God in dat nieuwe leven. Door de Heilige Geest. En wandelen in het licht. En niet in de duisternis. Dat zijn allemaal themaatjes in de Bijbel die je terug kunt vinden. En als je verlamd bent, dan, ja, dan kom je niet vooruit, dan staat het allemaal stil. En let op. Daar was een man, vers 5, die al 38 jaar ziek was. En we weten dat het door zonde is. Dan het eerste, vers 6. Jezus zag hem liggen. Dus als je zegt van, ja, ik wandel niet meer met God. Ik ben mijn blijdschap kwijt, ik ben mijn vrede kwijt. Ik ben een hele hoop van God kwijtgeraakt. Dan is dit het eerste. Jezus ziet je. Je hoeft niet alleen te tobben. Jezus zag hem liggen, dat is 1. Het tweede is, en omdat Jezus wist dat hij al lang ziek was. Jezus wist precies wie je bent en wie deze man was. Dat is het tweede. Zei hij tegen hem, ging Jezus spreken tegen hem. Dat is het volgende. Zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En als Jezus dat die vraag stelt, dan moet hij een antwoord geven. Hij zegt dus tegen die man, niet van het is niet mogelijk, niet het ligt aan jou, of niet het ligt aan mij, of niet van dit. De vraag is zo heel eenvoudig. Wil je gezond worden? Wil je een gezond geestelijk leven met God hebben? Wil je dat? De man was ervan overtuigd dat het voor hem niet was weggelegd. Dat kon niet. Er zijn veel mensen, ook in christelijk Nederland, die denken, ja, het is allemaal mooi, maar voor mij is het niet. En Jezus gaat er helemaal niet op in. Hij zegt alleen maar die ene vraag, wil je dat wel? En dat is het eerste waar die man zich in moet onderzoeken. Hij kent die man, hij weet wat de zonde is.
Hij weet hoe lang die er is. Hij kent zijn leven. He, zoals David. Heer, u kent mij. U kent mij. Als zou ik naar de diepste afgrond gaan, daar zou ook uw hand mee leiden. U kent mijn leven. God kent mijn leven beter dan mijn vrouw. Daar ben ik van overtuigd. En toch laat God je niet vallen. En stelt die vraag, wil jij gezond worden? Had die man maar gezegd, ja Heer, daar verlang ik naar, dat wil ik zo graag. Maar hij gaat in discussie met Jezus. Dat doen zoveel mensen, het gaat bij hun niet om de vraag of het wil, maar of het kan. Nou, die vraag of het kan, die wordt helemaal niet gesteld hier. Natuurlijk kan het. De Heer Jezus, moeten we goed begrijpen, als de Heer Jezus met zondaren te maken krijgt en zondaren wil vergeven, dan je moet eerst duidelijk worden dat Hij de Zoon van God is, de eeuwige die er altijd was en altijd zijn zal, die naar deze wereld gekomen is, die tegen zijn discipelen zegt, voordat Hij gaat zeggen de eerste keer dat Hij aan het kruis zal sterven, de eerste maal, wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En als dan pas, als Petrus gezegd heeft, u bent de Zoon van de levende God. Als dat duidelijk is wie Jezus is. Zonder begin en zonder einde. De schepper van hemel en aarde. Degene die er altijd was, die ons door en door kent, ook de zonde die wij niet kennen. Zegt hij, wil je gezond worden? En pas dan kunnen we ook ons vertrouwen in zo iemand stellen, op zo iemand stellen. Als Jezus zegt van, als Peter zegt, u bent de Zoon van de levende God, staat er daarna, zei Jezus, vertelde Jezus zijn discipelen, dat hij ver moest lijden en ver moest sterven en dat hij op de derde dag zou opstaan, maar ze begrepen het niet. Maar toen begon hij het te vertellen. We moeten weten wie het was, wie het is die naar ons toekomt. En wie bereid was om uw schuld en uw leven op zich te nemen. Dat is de Zoon van God. Paulus zegt, de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan zegt hij erbij, dat is nou genade. Dus deze man die snapt er nog helemaal niks van. Als Jezus zegt, wil je gezond worden? Wil je wel? Wilt u gezond worden? Dan zegt die zieke tegen hem, meneer, ik heb geen mens. Maar ziet het verschil? Hij denkt, er is niemand die mij kan helpen. Als ik het van een mens moet verwachten, er is geen mens. Mensen hebben voor me gebeden misschien, ze hebben tot God geroepen. Maar hij is niet bij Jezus uitgekomen. Ik heb geen mens. En dan... om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt en ik terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Het is verschrikkelijk voor de Heer Jezus. Verschrikkelijk. Als je voor Jezus staat en zegt, Heer, ik heb niemand die mij kan helpen. Niemand. Het was hetzelfde als wat de discipelen zeiden toen Jezus lag te slapen in het bootje, weet u. Toen zeiden ze, Heer, trekt u het zich niet aan dat wij verloren gaan? Tegen Jezus. Er is er maar één geweest die zich het heeft aangetrokken dat wij verloren zouden gaan. Zij. En ook daar openbaart hij zich als de Zoon van God. Hij laat de wind stil liggen en de storm ophouden. En de discipelen zeggen, wie is deze toch? We moeten weten met wie we te maken hebben als we het over de Heer Jezus hebben. Ik heb niemand, Heer. Ik heb geen mens, maar dat wist Jezus al lang, dat anderen hem altijd voorkropen.
En dat is de vraag dan ook niet. Hij zegt, wil jij wel? En dan zegt Jezus tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Weet hoe vaak je het in de Bijbel tegenkomt, dat de Heer Jezus dingen vraagt die alleen het geloof kan beantwoorden. Want wat die man nou net niet kon doen, dat was lopen. Wat hij niet kon, dat was zijn lichtmat opnemen. En dat lichtmatje, dat vergelijk ik een beetje met 38 jaar lang, heeft het leven van die man zich daar op dat matje afgespeeld. 38 jaar lang is hij bezig geweest, maar hij kwam er niet vanaf. 38 jaar lang schuld, 38 jaar zijn zonde voor ogen, 38 jaar lang zien dat anderen je voorgaan. 38, dan word je een verbitterd mens. En dan zeg je, ik heb geen mens. En dan zegt Jezus tegen hem, weet je hoe het eigenlijk zit? Je zit zo in de puree, je zit zo in de nood, je zit zo in je ellende. En je denkt zo, en die ellende, dat bestaat, je hele leven bestaat uit één stukje ellende. Ik kom wel eens van mensen tegen. En dan krijg je een aanreiking van alle moeite en zorgen en dingen die ze in het leven hebben meegemaakt. Het is één grote treurnis en er is geen blijdschap meer. En als ik geen christen was, zou ik met ze meegaan in die diepte. Dan zou ik tegen ze zeggen, jongen, wat is jouw leven moeilijk geweest. Maar mijn leven is ook moeilijk geweest en ik ben christen geworden. En ik heb Jezus leren kennen. De Bijbel staat vol van een God die ons uit de ellende vandaan trekt. Uit de kuil omhoog haalt. Van een God die verlost. Maar wij moeten wel meewerken. Misschien vindt u dat een beetje raar, maar toch zeg ik het zo. Want die man, die moet op bevel van de Heer Jezus zijn matje loslaten. Hij moet het leven wat hij 38 jaar geleid heeft, moet hij loslaten. En hij moet het loslaten voordat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Hij moet het opnemen. Hij moet zeggen, de Heer Jezus zegt tegen hem, neem je lichtmat op en ga wandelen. Die lichtmat moet niet over jou heersen, maar jij over je lichtmat. De toestand in je leven, de treurnis, die moet jij niet over jou heersen. Maar jij bent geroepen om over die treurnis te heersen. Sommige mensen vinden het heerlijk als ze tegen anderen kunnen vertellen hoe moeilijk het allemaal geweest is in hun leven. En ze vertellen zo weinig over wat God gedaan heeft. Hoe God uitredding gegeven heeft. Ze verhogen de Heer Jezus er niet in. Ze verheerlijken hem er niet in. Hij wordt niet door hen groot gemaakt. Hij wordt er niet bij betrokken. Ze zeggen niet, ja, het is zo moeilijk, maar God heeft me gered. Dan doen we God tekort. Daar ben ik diep van overtuigd. Deze man, nee, neem dat nou eens op, man. Dat maakt je en ga wandelen. En kijk wat er gebeurt. Hij neemt zijn mat op en hij wandelt. Hij heerst erover. En hij weet nog helemaal niet wie er tegen hem gezegd heeft. Hij heeft er nog geen idee van. Maar hij doet het wel. Waarom? Door geloof. Door geloof in degene die daar voor hem staat en die zegt dat moet je doen. Misschien heb ik het hier wel eens verteld. Ik heb jaren geleden, was ik op vakantie. En dat was een vakantiehuis, een christelijk tehuis. En er was een vrouw. En die vrouw die had haar man was overleden. En die had een foto bij zich van die man, terwijl die in de kist lag. En ze huilde, dag aan dag huilde ze. Daar hadden ze de foto tevoorschijn. En dan huilde ze. En toen zei de voorganger daar, hoe lang is het geleden dat uw man is overleden? Nou, ik geloof dat het 10 of 12 jaar was.
En ze hield het huilen in stand door elke keer weer naar die foto te kijken. En toen zei die voorganger, wil je bevrijd worden? Wil je echt gezond worden, dan moet je die foto verscheuren. Want je moet geloof krijgen dat Jezus jouw leven gaat leiden. Dat hij je stap voor stap, dat je met hem mag leren wandelen. En dat je stap voor stap vooruit gaat. Dus de vraag is niet of, de vraag is niet hoe moet ik doen. De vraag is niet hoe moet ik er komen. De vraag is A, dat de Heer Jezus het wil. B, dat hij je komt opzoeken. C, dat hij alles van je leven weet. En D, dat hij aan je vraagt, vanmorgen wil je gezond worden. Ja, toch? Wil je wandelen? Ga ik even naar dat hoofdstuk 7. Hebben we ook iets uitgelezen. Daar zijn een paar mannen naar Jezus toegestuurd door de fariseeën en de schriftgeleerden om Jezus gevangen te nemen. En niets is toevallig natuurlijk, maar ze komen daar bij Jezus en ze horen hem spreken. Ze worden diep in hun hart geraakt. En ze kunnen Jezus niet gevangen nemen. Want Jezus heeft hen gevangen genomen. Met zijn woorden. Dus vertrekken ze zonder de Heer Jezus terug. En zeggen ze, nooit heeft een mens zo gesproken. En dat bedoel ik met je Bijbel open doen. Omdat je dan de Heer Jezus hoort spreken. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Wat zei Jezus dan? Waar had hij het over? Weet je waarom u naar de kerk gaat, waarom ik naar de kerk ga, of naar een samenkomst, of hoe u het ook noemen wil? Het is fijn en heerlijk om elkaar te ontmoeten. Met corona is dat een beetje moeilijker. Maar ten diepste gaan we naar de gemeente toe, omdat we Jezus willen horen spreken. Toch? Ons hart verlangt er toch naar, omdat je naar hem hoort, dat hij je hart kan bereiken, dat hij tot je spreekt. Ons hart verlangt er toch naar dat we worden gecorrigeerd, dat we worden opgebouwd. Daarvoor gaan we toch naar de gemeente toe. Het is toch de plek waar de Heer Jezus spreekt, de tempel is het altijd geweest, waar God spreekt tot zijn volk, waar de Heilige Geest aan het woord komt. Dus dan zegt Jezus van, wie in mij gelooft, hè, we hebben hele discussies vaak over wat woordjes die er in de Bijbel staan. Ik ben begonnen met vanmorgen te zeggen van dat het woord van God voor eenvoudigen is. Maar professoren die schrijven hele boeken en dan gaan ze tegen elkaar in over bepaalde woordjes en bepaalde themaatjes. Ik zou zeggen, laat het maar gewoon rusten. Laten zij het maar met elkaar uitvechten. Maar hier gaat het om dat deze mens, dat de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de Bijbel het zegt. Dus betekent die zijn eigen leven, wat hij zo op dat matje leeft. Zijn eigen dagelijkse leven, zijn eigen dingen, zijn eigen ideeën, zijn eigen... Nou eens bereid is om dat af te leggen en naar mij te luisteren. Wie in mij gelooft, staat erachter, zoals de schrift het zegt. Want je kunt natuurlijk ook nog in de Heer Jezus geloven op zoveel verschillende manieren. Een geloof wat je helemaal niet in de Bijbel tegenkomt. Heel veel mensen die geloven in Jezus, ja, het is een goede man en hij vergeeft je zonde en weet ik wat allemaal. Dat is niet een geloof zoals de Bijbel het zegt. Bij het feest vieren in Israël werden ook altijd offers gebracht. Het feest kon gevierd worden omdat we een duidelijk zicht hebben over dat onze schuld voorbij is en dat het offer gebracht is. En wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, zoals ik het geopenbaard heb, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Niet een beetje. Denk eens aan Limburg.
deze week. Wat een stromen. Jezus zegt dat je levend water. We hebben zoveel godsdienst in onze wereld. Maar waar het om gaat, lieve broeders en zusters. Toen, ja, ik moet even ophouden, want het duurt te lang. Toen Adam en Eva werden weggehaald uit het paradijs. Had God gezegd, als je van deze boom eet, van kennis van goed en kwaad, dan zul je sterven. Ze hadden geen leven meer. Ja, ze stonden nog wel op twee benen, hè. Maar geestelijk leven was kapot. Er was een scheiding tussen God en tussen hen gekomen. Dat doet zonde. En de vraag van morgen is of ik weer in dat paradijs wil wandelen. Dan moet ik ook weer leven krijgen. Dan moet ik leven krijgen uit God. En wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En daar sprak de Heer Jezus over. De Heilige Geest die komen zou, het is geen pink, dus ik ga het daar verder niet zo over hebben. Maar één ding nog, hè, de Heilige Geest was nog niet uitgestort, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. En daar wil ik zo graag mee eindigen. Want in de hemel zit een mens. En zijn naam is Jezus. En God heeft hem verheerlijkt. En hem een plek gegeven naast hem. In de hemel. In de troon van de Vader. En hij staat boven alles. En hij weet alles. Hij is alomtegenwoordig. Hij kent ons. Hij kent ons leven. En daar is hij. En hij regeert. En als het zo is dat de Heer Jezus alle sterren, waar wij niet eens een getal aan kunnen hangen, miljarden. Als hij ze allemaal bij naam kent, dan kent hij uw hart en uw leven. En dan komt vanmorgen ook deze vraag. Wil je dat stromen van levend water uit je binnenste vloeien? Hoeveel mensen gaan niet de kerk uit zoals ze er ook weer inkomen? Ze hebben misschien wat interessants gehoord, maar van binnen is er niets veranderd. Maar waar het om gaat is dat God zo graag wil dat er stromen van levend water. En dan is er maar één mogelijkheid. Dat is dat je eigen wil, je eigen kunnen, je eigen ik, alles dat je dat loslaat. En dat Jezus de Heer mag zijn. God heeft hem als Heer boven alles gezet in de hemel. Dat hij je leven mag leiden. En waar ik mijn eigen loslaat, dat kan de Heilige Geest plaatsnemen. Daar kan mijn hart gevuld worden. Gevuld worden met de Heilige Geest. Of mijn hart is gevuld met allerlei dingen van mezelf. Of gevuld met de Heilige Geest. Ik wil met u bidden. We mogen bidden dat de Heilige Geest en bereid zijn om ons hart leeg te maken voor God. En die grote vraag, Heer, ik wil zo graag dat stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien, maar ik kan niet bij dat water komen. En ik hoef ook niet op een engel te wachten. Maar u kent me en u wilt mijn hart vullen met uw geest. En vullen met Gods geest, dat betekent vullen met liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid. God geeft het allemaal. Wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, kijk niet naar jezelf. Kijk alleen naar de Heer Jezus. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ja, Heer, dat is uw belofte aan ons allemaal. Wij zijn zulke hulpeloze mensen. En we kunnen nog proberen om zo vroom te leven. Maar waar wilt u de weg banen naar ons hart, Heer? En wilt u met uw geest daarin zijn? En ons sterk maken en ons krachtig maken, Heer Jezus. Zodat we ook werkelijk gaan geloven. En dan kunnen we u loven, Heer Jezus. Dan blijft niets in ons hart over dan u alleen.
En dan zullen we tegen onze ziel zeggen, loof de Heer in mijn ziel. En vergeet geen een van zijn weldaden die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost heeft van het verderf. Heer, dan zal ons hart een grote juichkreet worden voor u. Een plek van aanbidding voor u, Heer Jezus. Dan zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dan zullen anderen het aan ons zien. Heers in ons leven, Heer Jezus. En wilt ons helpen dat al die dingen die van onszelf zijn, die ons zo bezighouden, dat we die wegdoen. En dat u heerst in ons leven. En dat u er door in wordt verheerlijkt. Amen. Thank you.
U mag staan. Dan gaan we de zegen uitspreken. Er staat hier in de Bijbel, in 2 Korinthe 13. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en van de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen. We gaan zingen Ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Wens ik jullie allemaal een hele fijne en gezegende zondag.